Ja, Nederland wordt een steeds ongeloviger land. Dat stelde het Sociaal-Cultureel Planbureau vorige week vast. Kerksluitingen zijn dan ook aan de orde van de dag, terwijl moskeeën juist groeien. Waarom lijkt de islam in Nederland wel bestand tegen het oprukkende ongeloof? Daar praat ik over met Noordien Wilderman, publicist, spreker in moskeeën. Ja, Noordien, welkom uh, nogmaals. Bij veel christenen, waaronder mijzelf, hakte dat onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau er best wel hard in. Hoe was dat bij jou? Um, minder. En um, dat komt een beetje omdat we de laatste jaren vrij veel van dit soort onderzoeken met bijna altijd dezelfde uh, de, de conclusie uh, ja. voorgeschoten krijgen. Waarbij je dan ook, ook ziet dat op het moment dat het wordt gepubliceerd, dat uh, allerlei nieuwsbronnen daar artikelen over gaan schrijven. Van nou, we hebben nu toch iets nieuws. En radioprogramma's um, erover praten. Ja, ja radioprogramma's. Ik dat is zondagochtend heel vroeg. Ja, en um, dan. Um, maar, maar zeker bij de nieuwsartikelen die daarover worden geschreven... dan zie je dat dat bijna altijd gewoon copy-paste... ik denk dat ze bij de redactie gewoon een copy-paste doen... van het nieuwsartikel van de, van, van de vorige keer. Ja, de belangrijkste... Omdat het, het is in feite niet een trendbreuk. is. Het is natuurlijk een, 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 een extrapolatie van iets wat al heel erg lang gaande is. Mm. En ik denk dat als er mensen zijn die nu enorm hiervan verbaasd zijn... Uh, uh, dat lijkt me opmerkelijk vooral ook omdat dit ook niet de eerste keer is dat echt het omslagpunt wordt aangeduid. He, dus je kan je voorstellen dat als die trend er is, van oké okay, we zien dat er, dat er, dat er steeds minder uh, religieuze uh, mensen zijn en steeds meer. Uh, Wordt vaak een beetje op een hoop gegooid, atheïsten en agnosten. Ja. Um, dat dan de eerste keer dat je over die 50% grens heen gaat. Uh, maar, dat, maar dat hebben we ook al ja, twee geleden, 2018, was dat geloof ik voor het eerst. Toen uh, was het voor het eerst zo dat meer mensen zich niet religieus noemden dan. dan ja, wel. Ik kan dat exacte ja. aantal niet, maar het was inderdaad, het was in ieder geval nu niet voor het eerst. Nee. Dus dat is uh, ja. Ja. En. Um, Jij komt er veel moskeeën door het land. Ik volg jou ook op Twitter. En dan zie ik Aha. jou regelmatig weer bij... Ja, een nieuwe moskee ergens in, uh, in Nederland die, ja. uh, die gebouwd wordt. Um, blijkbaar is dat nodig om nieuwe moskeeën te bouwen. Zitten, zitten de moskeeën in Nederland wel vol? Ja, de moskeeën in Nederland zitten, zitten bomvol. Um, maar dan kan je heel gemakkelijk de conclusie trekken... zoals je hem net formuleerde van hoe komt het dat de islamitische gemeenschap... eigenlijk uh, uh, hier... Ja, niet, geen last van zouden ja. hebben. Zeg maar. nou, dat, dat, is maar, ja, dat is maar plan ten dele waar. Um, wat je ziet in de, uh, in de Nederlandse islamitische gemeenschap is dat uh, in eerste instantie heel veel moskeeën uh, zijn gestart in gebouwen die een andere bestemming hadden. Dus er zijn heel veel moskeeën gebouwd in oud-schoolgebouwen, in oude scoutinggebouwen, in oude weet ik veel wat voor gebouwen. Zelfs kerken ook soms? Ook kerken, ja, ja, nou niet zelfs. Uh, juist veel uh, uh, Ja, nee, en absoluut. En dat is ook een hele logische, omdat namelijk dan de bestemmingsplan uh, is al voor religieus gebruik. Mm. Dus dat maakt het uh, um, uh, de route met de gemeente is ook veel logischer en gemakkelijker, omdat je blijft handelen binnen de bestemmingsplan. Uh, plus, uh, er zijn aardig wat moslims die echt wel die sfeer die er in die gebouwen hangt ook nog wel kunnen appreciëren, zeg maar. Mm. Om juist daarin de aanbidding van God uh, te, blijven, te blijven voortzetten. Uh, zij het natuurlijk op de manier zoals wij dat voor ogen hebben. Maar, maar we mij, zien dus mij, ja. nu heel erg een periode dat uh, die oude gebouwen worden vervangen uh, door nieuwe gebouwen die ook daadwerkelijk dat doel hebben. Dus je ziet één nou, okay. is dat het absolute aantal moskeeën groeit, maar dat is niet zo heel hard. Twee is dat um, uh, de oude gebouwen uh, uh, worden verlaten voor gebouwen die daadwerkelijk met als bestemming van een moskee. Uh, bedoeld zijn. Mm. Volgens mij, want ik, ik, ik uh, heb het rapport ook gelezen. Uh -huh. uh, nou, daar staat in dat ongeveer 6% van de Nederlanders uh, moslim is. Uh -huh. uh, en daarvan gaat ongeveer 45%, hangt een beetje uh, vanaf of je naar de Marokkanen of de Turken kijkt, uh -huh. gaat naar de moskee minimaal één keer per maand. Uh, en dat aantal is volgens mij ook niet gegroeid. Dus het zou ook heel gek zijn als er nu in één keer allemaal nieuwe moskeeën komen. Het aantal moslims dat naar de moskee gaat. Uh, is naar mijn weet dat als ik het rapport lees, niet gegroeid verder. Dat is eerder, eerder en die, in nou, storming, ja. en bij de Turk is het nog wat gedaald ook zelfs. Yeah. Als, je, als, je, als je daarnaar kijkt, dan is een, een rapport dat ze in 2018 vanuit het Sociaal Controle Planbureau is gekomen, is eigenlijk uh, interessanter, omdat die ja, heel die, die, specifiek is. Ja. Ja. Dit was het, het, rapport dat nu uitkomt, was, uh, was een drie luik en het was zeg maar het derde uh, in deze drie luik en de eerste. Dus dat was het rapport heette moslims in Nederland volgens mm -hmm, mij uh, mm -hmm. was het eerste uh, rapport. Uh, en daar staat in wat ik nu zeg, dus ongeveer vijf. 45% van de moslims in Nederland gaat naar de moskee. Maar wat zij, wat zij daarin lieten zien is dat um, um, er eigenlijk twee bewegingen gaande zijn. En daarom is het ook iets te simpel om te zeggen dat, dat, dat de islamitische gemeenschap hiervan gevrijwaard is. Is dat één um, uh, tussen generaties er daadwerkelijk een afname van de religieuze tijd wordt waargenomen? En Kleinere afname dan hoe je hem ziet in de, in, de, in de christelijke gemeenschap. Maar in de christelijke gemeenschap loopt die trend ook al langer. En dankzij corona weten we allemaal inmiddels wat exponentiële groei. Uh, ja. uh, dus, dus dat is wel iets waar, waar ik als moslim me um, erg zorgen over maak. Tegelijkertijd signaleerden zij daarin dat degenen die actief moslim blijven, um, eigenlijk. Religieuzer worden en dat hun orthopraxis zeg maar, toeneemt. Ja. Uh, dus dat het moskeebezoek een van de factoren. Het is natuurlijk heel ingewikkeld om, om religieuze beleving te objectiveren. Dus ze hadden een aantal criteria. Hoe, ga, hoe vaak ga je naar moskeeën? Draag je in een hoofddoek? Doe je mee met ja, voor De vrouw uh, uh, Doe je mee uh, met de rammen? Dan hoe vaak per dag bid je? Etcetera. Ja. Wat ze dan zagen, is dat uh, van de groep die uh, die daadwerkelijk zeg maar, islam praktiseert, dat uh, dat hun praktiseren groter wordt. Ja. Nee, dat is ook wel vergelijkbaar met wat dan ook wel over christenen wordt gezegd. Het deel dat overblijft, dat wordt soms juist uh, nou ja, actiever in hun geloof. Mm -hmm. um, maar ik hoor ook wel eens over, over uh, moslims... Dat, uh, dat gezegd wordt dat juist jongere generaties... Trouwer zijn in een moskeebezoek uh, dan, dan hun ouders of, of grootouders? Is dat ja. iets wat je herkent? Nee, dat herken ik dus absoluut. Dus er zijn dus, twee, er zijn dus twee dingen. Dus één is dat je dus ziet dat van generatie op generatie dat het, dat het iets afneemt, mm. maar het deel, maar dat is, dat is een klein percentage. Het deel. Um, dat dus religieus blijft, dat neemt dus in intensiteit, zeg maar... van hun beleving neemt dat toe. En uh, dat, is, dat is een hele interessante ontwikkeling. Juist ook als je kijkt naar de verschillen tussen de christendom en de islam... in deze tijd waarin um, uh, uh, het, het, het activistisch uh, atheïsme... En het eh, seculier liberalisme eh, enorm in probeert te hakken eh, op religieuze gemeenschappen. Dat, eh, dat we daar op twee heel verschillende manieren eh, ons toe verhouden. Ook omdat natuurlijk de islam en het christendom. Eh, eh, in zichzelf geen, geen identieke. Nee. Uh, het, het, zijn niet, het zijn niet gelijke religies. Sorry. Het zijn ook onderling verschillende religies. Mm. Waardoor ze juist op het moment dat dit gebeurt... daar ook verschillend op reageren. Ja, je zegt, er is een druk van de seculiere buitenwereld... zou je kunnen zeggen, op, mm -hmm. op, uh, religieus in deze tijd. En jij zegt het verschilt tussen hoe... De islam of moslims daar over het algemeen mee omgaat uh, mee omgaan, dan hoe christenen daarmee ja, maar omgaan. Ook, Waar zit dat verschil? In? Nou, Er zijn, zijn twee dingen die gaan zijn. Eén, uh, is dat er een verschil is tussen hoe christenen en moslims daarmee omgaan. Twee, is dat er ook een inherent verschil is tussen het christendom en de islam. Kijk, een van de dingen die, die, vanuit, uh, die vanuit het, 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 het seculair liberalisme nu heel erg op het op de islamitische gemeenschappen wordt, wordt afgevoerd, is. Uh, deze religies zijn in strijd met de reden, zijn in strijd met de logica. Je moet gewoon nadenken. Als je gewoon pro-wetenschap bent, een religie is anti-wetenschap, als je gewoon pro-wetenschap denkt, als je gewoon redelijk nadenkt, dan kom je daar wel uit. Nou, als je. Um, uh, en ik ga het nu even heel erg uh, uh, kort door de bocht aan, dat weet ik. Ja? Dus het, wat ik nu gezegd niet per se een reflectie van. Precies hoe genuanceerd ik er eigenlijk over denk. Maar als je religie is, van joh. Uh, God is één, maar had ook een zoon. Maar had ook een vader. Maar dat is dezelfde persoon. Maar de ene kwam toen op aarde. Maar die ging toen dood. Maar daarna ging hij weer leven. En heb je ook nog de Heilige Geest? Dat is een ander. Maar dat is dezelfde. De drie eenheid. En dat is een waanzinnig ingewikkeld. Onlogisch verhaal. In de islam zeggen ze. Nou, uh, daar heb je de schepper. Dit is de schepping. Punt. En islam is ook altijd pro-wetenschap geweest. Dus. Hoewel er vanuit de, uh, vanuit de buitenwereld naar religie in het algemeen wordt gekeken, heel vaak met de associatie dat het anti-wetenschappelijk is, is dat als argument richting moslims, uh, uh, ja, daar liggen we niet zo wakker van. Want moslims zijn heel erg pro-wetenschap. Hmm. Um, dus ah, wij ervaren ik, onze religie ik, helemaal, niet, helemaal, helemaal niet als er als, daar, daar zeg maar, een conflict is. Ik, ik denk zelf dat je de, 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 de orthodoxe christelijke kerken best kan vergelijken... met de orthodoxe uh, moskeeën en de, en de islam als geheel. Um, de de de, de, or, de orthodoxere kerken, dus de strengere kerken, de conservatieve kerken doen het in Nederland gewoon redelijk goed. En waarom doen ze het redelijk goed nog? Ja, en dan specifiek de protestantse kerken. Ja ja, 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 ja. de ja, orthodoxe protestantse kerk en ja, islam. Ja, ja die doen En elkaar. dat heeft gewoon ja. volgens mij te maken met simpelweg dat ze hun eigen ziel nog hebben. Ze hebben hun eigen scholen, ze mm -hmm. hebben hun eigen uh, gebieden waar ze veel meer dichter bij elkaar wonen. Ja. Hele sterke sociale verbanden. En volgens mij heb je dat in islam ook. En islam heeft nog iets extra's, namelijk een eigen taal. En dat, dat, dat scheidt je toch best wel van de wereld. Ja. Uh, zeker als je erover praat. Uh, en ik, ik vraag me echt oprecht af of dat te maken heeft met de structuur van het geloof. Ik, ik geloof graag dat je dat als gelovige zelf zo wil zien. Uh, maar ik denk dat het christendom. Ook zeker compatible is samengaat met het modernistische wereldbeeld. Ik bedoel, het modernistische wereldbeeld, de verlichting is nota bene ontstaan. vanuit het christendom, en niet vanuit de islam. Dus ik denk dat het op een bepaalde hoogte prima samengaat. Maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met de overdracht van waarden. die binnen een cel kan plaatsvinden door sociale coherentie. Alleen twee dingen. Eén, heb ik een zekere bias omdat ik zelf moslim ben? Absoluut. Twee, het komt mij heel slecht uit als moslim. Dat dit gaande is in de islamitische gemeenschap. Ik had veel liever gehad dat hier in Nederland iedereen. Kijk, het liefste zie ik, ik vind het islam het allermooiste wat er is. Volgens mij is het de waarheid, ik gun dat iedereen. Maar zolang als daar geen sprake van is, heb ik veel meer belang bij een grote religieuze gemeenschap in Nederland. dan een grote seculiere gemeenschap nee, in dat, Nederland. Dat belang, dus, dat dus dit is, meiden, is niet ja, iets wat ja, ik graag wil zien. Ja. Dit is namelijk iets wat ik. Helaas zie, maar helemaal niet wel. Ten derde, je verwijst naar de ver, uh, verlichting. Je, ik weet niet of dat helemaal uh, ten gunste uitpakt van de trend die, die je binnen het christendom op dit moment ziet. Namelijk uh, de trend die we zien als we op Vindapinternet. Nee, nee, maar jij zegt van uh, het christelijk geloof is niet dat, dat heeft gewoon een moeilijk verhaal... ten opzichte van de wetenschap en ten opzichte van het rationalisme. Ik, ik, ik heb daar mijn twijfels bij, maar volgens mij hebben ook nog een hoogleraar uh, aan tafel zitten op dit vakgebied. Dus ik ben ja, je wijst uh, naar Maarten Wisse, uh, theoloog en, en hoogleraar aan de protestantse theologie. Universiteit. Ja, hoe luistert u uh, naar dit verhaal? Ziet u een soort uh, ja, dat verschil wat Nordin uh, schetst ook? Nou, ik zou het iets anders zeggen, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Dus. Uh een college gegeven aan uh, studenten religiewetenschappen uh, aan de VU, uh, waar ook veel moslimstudenten bij waren, en daar hadden we altijd een boeiende discussie over uh, de drie-eenheid. Want dan zei ik ja, dat is een mysterie en dat moet je ook een mysterie laten, waarbij de studenten dan soms vroegen ja, maar meneer, als u toch in het christendom gelooft, dan moet u dat christendom toch een beetje rationeel presenteren. En, en daar doet u eigenlijk niet eens een exact. poging voor. Ja. Uh, maar ik denk dat eigenlijk het fenomeen in onze cultuur op dit moment uh, langs een heel andere lijn van verschil tussen christendom en, en islam verloopt. Zeker tussen protestantisme en islam. Uh, en dat is op het verschil tussen geloofsinhouden en, en, en geloofsleven. Uh, de islam is veel meer dan het christendom. En zeker dan een protestant, modern protestant christendom. Een doelgeloof, een ritueel geloof. Mm. En uh, ik denk dat veel mensen in onze cultuur. Waar onze cultuur is enorm gepluraliseerd en gedifferentieerd. Je kan van alles geloven en je hele leven zit in honderd stukjes. Uh, en waar jonge mensen naar vragen is: uh, Ja, honderd opties, hartstikke fijn. Maar geef mij nou eens gewoon de optie die ik moet doen. Uh, de manier van leven uh, dus ook. Geef mij, geef mij structuur, geef mij zekerheid. Uh, en in die een heel sterk ritueel uh, gestructureerde religie van de islam, hm. uh, waar natuurlijk ook wel geloofsovertuigingen ook belangrijk zijn, maar waar precies de dingen doen zoals God zo van je vraagt, een uh, veel centralere rol heeft dan in veel protestantse contexten, uh, daar biedt dat een heel mooie structuur van helderheid en zekerheid, die heel goed op een bepaalde manier bij onze cultuur past. Zie, zie je dat ook als een uh, belangrijk verschil, ja, uh, Nordin? Ja, ja. dat, dat de islam veel meer een manier om te leven geeft met, met gebeden. Nou, we zitten nu net in de Ramadan natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Speelt dat een rol? Uh, ja, want wat ik net zei, is één van de redenen die ik zie. De tweede is dat als we kijken naar de, uh, naar de afname van de hoeveelheid mensen die zichzelf uh, toeschrijven aan het christendom, dan zie je dat daar een deel van de mensen zijn die een hele bewuste keuze kunnen markeren op dit moment. toen ik dit hoorde, of uh, weet ik wat. Maar dat je ook een hele grote groep mensen ziet waarbij je zegt: van oké, okay, hier verwatert het. Maar de islam is heel erg ingewikkeld om te verwateren, omdat het zo'n intensieve religie is. Dus je bent er, je bent er continu mee bezig. En het is ook. Niet een individualistische, maar een collectivistische religie. Dus je houdt ook heel erg elkaar bij de les, zoekt ook heel erg elkaar op en bent daar heel erg samen mee, uh, mee, mee bezig. Um, een derde ding, en dit, dit, ik wist dit zelf in eerste instantie ook niet. En toen ik het voor het eerst hoorde, vond ik het waanzinnig interessant. Um, wij leren heel vaak dat toen uh, uh, het islamitische rijk in het zuiden van Spanje uh, werd verslagen, dat toen de moslims daar werden verdreven. En dat is feitelijk niet hoe het is gegaan. Er is een aanzienlijke groep moslims achtergebleven uh, nadat, uh, het, uh, Spanje, uh, uh, nadat het Spanje, nadat het islamitische rijk daar is verslagen. Ja, en Spanje en... weer katholiek werd. Juist. En deze moslims die erachter zijn gebleven noemen ze de Moederjaren. En er is later onderzoek gedaan naar de religieuze. Van deze groep mensen. Hoe hebben ze dat gedaan? Uh, Orso I have been told, is een onderzoek naar de, de manier waarop die mensen zijn begraven, want dat zijn vrij tastbare bronnen die je natuurlijk nog kan onderzoeken. En uh, de mate waarin ze konden, konden uitpuzzelen of de manier waarop die mensen werden begraven. exact of ongeveer overeenkomstig waren met de islamitische regelgeving. En wat zij ontdekten, was dat in die periode waarin zij daar in, in alle vrijheid in, een, in, een, in de islamitische staat zeg maar, leefden, uh, dat die orthopraxis. Uh, redelijk beperkt was. Terwijl in de periode daarna toen zij werden onderdrukt, eh, nam hun eh, een, een, de nauwkeurigheid van eh, het praktiseren van de religie, nam in intensiviteit in, inzet, in, in intensiviteit toe. Goedemorgen, zondagochtend. Ja, ja. Dus. Ja. Um, dus dat is een hele interessante, omdat als je kijkt naar de positie van de islamitische gemeenschap in Nederland, ja. waarbij als er ergens in Nederland ooit iemand van zijn fiets valt, het minstens de schuld moet zijn van de moslimgemeenschap, uh, waarbij de wetgeving is die islamitische vrouwen beperkt in hun kleding, waarbij er uh, wetgeving uh, wordt gepoogd uh, te maken om, uh, om het oproepen naar het gebed tegen te houden, waarbij er wetgeving is die uh, het financieren uh, van religieuze instellingen uh, beperkt, waarbij op het moment als jij gewoon een, een donatie doet aan een moskee al op de zwarte... Kan komen van de Belastingdienst, deze week dan, dan de, zie ja, je dat. Ja. ja, dan zie je dat er uh, in ieder geval vanuit de Islamitische gemeenschap, en naar mijn mening terecht. Uh, wordt ervaren dat er sprake is van een grote druk, die in een aantal gevallen zelfs ook daadwerkelijk neigt, uh, of misschien wel is, een vorm van onderdrukking. En wat je dan ziet is dat, en dat is, dit is een heel, ik vind het zelf een heel erg ingewikkeld concept, want ik probeer me daartegen te verzetten, maar tegelijkertijd lijkt het een soort van blessing in disguise te zijn, omdat onder die omstandigheden uh, uh, de, de religiositeit sterker uh, uh, lijkt te worden binnen een gemeenschap. Ja, maar, maar dit is dus precies hetzelfde eigenlijk met de hele orthodoxe... Uh, kerken, dus hele conservatieve kerken. Daar zie je, uh, dat was het tweede rapport van de drie luiken, daar zie je dus het godsgeloof, hè. de paard waar de mensen twijfelen over god, zie je dus toenemen bij, ja, de achterblijvers zou ik ze maar willen noemen, in die kerken. Uh, en ja, ik zo, zou zeggen, ga eens naar Urk en praat eens met de mensen daar. Uh, die, die, die voelen zich een beetje zitten. jij, die ook, ja, ook een uh, heel lijstje van heel discriminatiepunten ja. ondernemen. Uh, dat vijandigheid, die, uh, die vijandigheid toeneemt maakt, ja. Je, neemt, je bent, ja. het wordt meer in de minderheid gedrongen en Absoluut, dat maakt je ja. bewuster en, activeren. En ik, voor ik ben het met je eens, hè, volgens mij is dat een algemeen mechanisme, wat ja. alleen nu Specifiek op de islamitische gemeenschap ja. van toepassing is. Ja. En tot slot, wat ik ook een beetje hoor in jouw woorden eerder, Nordien, is dat je zei: eigenlijk zouden moslims en christenen gezamenlijk moeten optrekken. Ja, de... absoluut. absoluut. Wat, je, wat je nu ziet. Uh, wat ik heel erg jammer vind, is als ik kijk bijvoorbeeld naar de politiek, uh, maar ook naar, naar lobbyorganisaties. Dat, uh, nou, laten we eerst de politiek, als ik kijk naar de, naar de politieke partijen die zich heel erg duidelijk identificeren als partijen met een christelijke achtergrond. Dan uh, komen daar uh, in, in, de, in de moties die ze indienen, de, de, in de standpunten die ze innemen, uh, vrij veel anti-islamitische ideeën uh, uit naar voren. En uh, ook als we kijken naar lobbyorganisaties, zien we dat we soms meer elkaar in de haren aan het vliegen zijn dan dat we samen aan het zijn. Zijn. En volgens mij is dat echt een strategische fout. Volgens mij zouden alle verschillende religies in Nederland... en dat is heel makkelijk om altijd te roepen voor eenheid... ik snap dat dat ingewikkeld is, is in de praktijk... maar voor de zaken die ons gezamenlijk raken... is het belangrijk, denk ik, dat we ons ervan doordrongen zijn... dat we op dit moment niet een struggle ten opzichte van elkaar hebben... maar dat we een struggle hebben ten opzichte van een steeds verder oprukkend... Uh, ja, seculier liberalisme. Helder pleidooi. Dank je wel, uh, Nordine. Je blijft uh, ook nog even zitten. Zometeen uh, praten we over het ja...